Dag lieve salesvrienden en vriendinnen. Leuk om langs deze digitale weg met elkaar verbonden te zijn. Nou ja, laten we eerlijk zijn, het is even wennen, want ook jij bent op je best in levende lijven. Dan maken we oogcontact, we kunnen elkaar aanraken en er is een andere energie. En jij weet als geen ander welke kracht daarvan uitgaat. Als ik spreek over klantgerichtheid en klantbeleving, kom ik ook veel in aanraking met salesprofessionals en ondernemers. En vaak hoor ik dan dit salesmantra, niet alleen in Nederland, maar wereldwijd. Verkopen begint pas als de klant nee zegt. Of verkopen wordt pas leuk als de klant nee zegt. Het roept bij mij altijd beelden op van een vader met een zoon van een jaar of 18. De jongen gaat op zaterdagavond met zijn vrienden op stap. Dit is nog pre-corona, hè? Of post-corona. En hij hoopt op een avond een leuk meisje tegen te komen. En die vader zegt, veel plezier jongen. En als je een leuk meisje tegenkomt, onthoud dan één ding. Het begint pas als ze nee zegt. Nou, daar moeten we niet aan denken. Dat doe je niet. Dat is raar. Dat is respectloos. Nou, ik denk dat verkopen pas begint als de klant ja zegt. Ja zegt tegen jouw reputatie, de reputatie van jouw organisatie, van jouw merk. Ja zegt tegen jou als persoon. Ja zegt tegen de oplossing die jouw product of dienst biedt. En ja zegt tegen de behoefte die het vervult. Ja zegt tegen jouw propositie, tegen je prijs, tegen je service. Dus ik zou zeggen, ontdek eerst samen met de klant of en hoe je met elkaar op een plek kunt komen waar je ja tegen elkaar zegt. Waar de klant je vertrouwt en weet dat je hem of haar gelukkiger gaat maken. Dus mijn tip om als salesprofessional goed door deze crisis te komen, is deze. Ga even uit de verkoopmodus en laat niet je mond, maar vooral je oren het werk doen. Luister naar je klanten. Vraag je klant, hoe is het nu bij jou? Wat is de impact van alles wat er gebeurt op jouw organisatie? Op jouw klanten? Op jou als professional? Hoe gaan jullie en hoe ga jij hiermee om? Wat zijn je plannen? Wat heb je nu nodig? Wat heb je straks nodig? En hoe kan ik je helpen? Wat kan ik voor je doen? Wat kunnen wij meer doen en wat kunnen wij beter doen? Stel vragen en luister. Ik weet zeker dat je daarmee je klanten in deze moeilijke tijd het grootste geeft dat jij kunt geven. Jouw aandacht en je luisterend oor. En je geeft jezelf een groot geschenk, want jouw klanten zullen je zeggen hoe jij voor hen nog meer van waarde kunt zijn. Succes en blijf gezond.